We gaan weer de stad in, mensen, met het woord pingel. Wat ga je dan doen? Ga je dan piano spelen, belletje trekken of tafeltennissen? Nou, we zijn benieuwd wat het wordt. Ja, piano spelen. Belletje trekken. Ik denk piano spelen. Ik denk piano spelen. Ja, dat denk ik ook. Ja? Ja. En waarom denken jullie dat? Ja, je pingelt wat weg op de piano. Weet jij het, oma? Ja, kijk eens, Isabel zei het al. Ja. Pingel, dan ben je een beetje aan het piano spelen, zou ik denken. Ja? Ik zeg ook belletje trekken. Ja, ik dacht in eerste instantie piano spelen, maar dat kun je ook pingel natuurlijk. Hè? Volgens mij heeft mijn oma dat ooit een keer verteld. Ja, ja, ja. Mij ook. En waarom denk je dat? Omdat het een beetje lijkt op pingelen. Ook, ja. Oh. Ja? Je vindt het klanken ook een beetje pingelig klinken. Ik heb al 5 jaar een piano in mijn woonkamer staan, maar ik kan nog steeds helemaal niks erbij. De platen stort erop. Ja. En wat speel je dan? Nou, niet zoveel, een beetje proberen. En oefen je het ook soms dan, op de toetsen? Piano spelen? Nee, dat niet. Nee. Je bent gewoon slim, je bent een klokjong. Ja. Ah, mooi. Ik ben meer van het belletje trekken. Ja, dat was vroeger deed ik heel veel belletjes. Ja, echt? Ontzettend veel. Doe je dat wel eens? Nee. Nee? Ja, dat zou ik dan vanmiddag maar gaan proberen, want het is hartstikke mooi weer. En dan moest de jeugd ook meer doen. Ja, daar heb je wel gelijk aan. Ja. Achter dat kastje vandaan en dan bel ik je. Ja, die op de stroot. Ja, als je geld eraf wil hebben. Ja, dat klopt. De pingel. Pingel, maar dat is, dat klopt. Maar die had ik er niet tussen gezet. Dus het is ik heb een twijfeltje. Tennissen is tafeltennissen is het volgens mij. Maar in Noordeen en de volgende keer jij zegt. Het is B. B? Ja, B. Ja, B. Ja, dan hou ik het spannend. Dan ga ik voor A. Nou, u bent hartstikke moe natuurlijk, want het hele stad weer doorschouwt. Pingel, we hebben het gehoord, piano spelen heel vaak, ook belletje trekken, tafeltennissen niet. Het goede antwoord is A, piano spelen.